Goedenavond. Goedenavond allemaal. Vorige week leek het er nog op dat Rudy Bakker lang misschien in de gevangenis zou verdwijnen. Maar gisteren oordeelde de rechter dat de directeur van SE Fireworks niet aansprakelijk is voor de dood van 22 mensen. En ook niet voor de brand die ontstaan is bij de vuurwerkramp in Enschede. Moet ik u feliciteren, meneer Bakker? Dat mag u, maar ik zie het niet als een felicitatie. Nee? Nee. Waarom niet? Er is 2 jaar lang een heleboel gebeurd. En ik vind het niet op de plaats om iemand daarmee te feliciteren. Nee. Wil dat zeggen dat u het gisteravond ook niet een beetje hebt kunnen vieren? Nee. Nee, daar is helemaal geen reden voor. Ook ik ben wat kwijt. Er zijn mensen in Enschede heel wat kwijt. En dan, dat is helemaal niet op de plaats. Nee. Wat hebt u gedaan, als ik vragen mag, gisteren? De uitspraak van de rechter. Niets media belangstelling. En die heb ik keurig netjes te woord gestaan zo. En dat was het. En een klein beetje inhoudelijk wat nou eigenlijk de uitspraak betekent. Ja. En thuis, als je dan thuis komt, wat gebeurt er dan? Ja, dat was wel eventjes toch wel emotioneel natuurlijk. Er staan een hoop mensen te wachten. Ja, buren, omwonenden. Het is allemaal zo tweestrijdig allemaal. En wat bedoelt u daarmee? Ja, mensen zijn blij en zijn niet blij. En dat geldt voor uzelf ook? Nee, ik voel het absoluut niet zo. Nee, het stemt me eerder droevig. Wat stemt u dan droevig? Nou, die situatie. Kijk, als je 2 jaar in zo'n pakket zit en dan vanaf 13 mei. Ja. En als ik dan langs de Deuringenstraat in Enschede kom en dan kijk ik rechts opzij. En dan is er een wijkweg. Ook mijn wijk. Woont u er nog eigenlijk? Ik woon 1,5 kilometer achter die wijk. Ja. Was u nou gisteren, wat voor dag had u nou eigenlijk gisteren? Was u nou nog bang voor de uitspraak van de rechter? Het lijkt mij toch een angstig moment, eerlijk gezegd. Natuurlijk is dat een moment die normale mensen, denk ik, niet zo gauw meemaken. Je komt van de een op andere moment, kom ik in die situatie terecht. En natuurlijk kijk je ernaar uit, naar een uitspraak van deze rechter. En ja, dan is die uitspraak daar en dat is eigenlijk wel een klein beetje toch wel verwacht. Dat is wat wij 2 jaar lang eigenlijk gezegd hebben, bijna 2 jaar lang. Oh ja. En nou is het zo dus dat de rechter geoordeeld heeft gisteren dat u niet verantwoordelijk bent voor de dood van die 22 mensen. Wil dat nou zeggen dat u daar zelf ook geen twijfels meer over hebt? Ik heb daar zelf geen twijfels op. Ik heb altijd gewacht op die uitspraak van die rechter. U verwachtte ook dat het zo zou lopen? Nou, dat is toch wel moeilijk. Maar gezien de situatie zoals dat 2 jaar lang tot dan gisteren komt. Ja. Dan kan het haast niet anders zijn. Ja, dan. En waarom kon het in uw ogen haast niet anders zijn dan het nu gegaan is? Die situatie zoals die gisteren beschreven is, had men ook op 12 mei aan kunnen treffen. Die overtredingen die wat op dat moment op 12 mei of op 13 mei aanwezig waren, had men ook op 12 mei kunnen zien. Maar dat heeft totaal niets met die ramp te maken van 13 mei. U bedoelt dat er controle was? Ook nog vlak voor de ramp is er geloof ik controle geweest? Nou, het is niet helemaal een controle geweest, maar het was een gesprek voor bedrijfsverplaatsing. Ja. Op 10 mei, met de overheid en de gemeente Enschede. Ja. Eindelijk had ik ze na bijna 2 jaar bij me op het terrein. U wou zelf graag weg daar? Ik wou zelf graag weg. Ja. Per direct na de overname ben ik met de overheid, plaatselijke overheid, in de slag gegaan om daar weg te kunnen komen. En dat is me helaas niet gelukt. Ja. Maar wat zeiden ze op die dag? Wat zeiden de mensen als ze bij u kwamen controleren? Alles werd, voor iedereen waren de deuren open. Voor mensen van de overheid, die konden hun... Kwamen die ook regelmatig? Die kwamen regelmatig. Het is niet zoals nu allemaal gezegd wordt van, daar is in feite nooit gecontroleerd. Maar u moet van mij aannemen dat het 1 keer of 20 geweest is in die laatste 2 jaar. 1 keer of 20 zijn ze komen controleren? Ja. En wat zeiden ze dan tegen u? Dan werd over uw bedrijf? Alles nagekeken. Ik krijg in feite kort na de overname een grondige controle. Ja.
En daar worden 9 punten geconstateerd die wat ik in feite meeneem van de vorige eigenaar. Dat was 2 of 3 weken na de overname. Die punten zijn per direct verholpen. Per direct. En dan, dat was het. En wat waren dat voor punten? Dat waren een korte kozijnaanslag. Ik had wat vuurwerk in de werkbunker staan. Dan werd tegen mij gezegd van, we waren bezig met een evenement aan het voorbereiden. Dus we pakken het over van doos naar doos. En op dat moment komt die shell uit de doos. En ja, dat is 1.1. Ja, dat weet ik zelf ook, maar wat nu? Ja, daar was tot op dit moment, of tot gisteren, eigenlijk geen antwoord op. En wat bedoelt u daarmee? Waar was geen antwoord op? Op 1.1. Wat dat is nou dus eigenlijk 1.1 als het uit die verpakking komt? Ja. Maar op dat moment is het een veiligheidsoverweging. En wat u zegt is, niemand wist eigenlijk, als ze zeggen het is 1.1, het vuurwerk, wat dat betekende voor de kracht van het vuurwerk? Niet voor de, misschien ook wel voor de kracht van het vuurwerk, maar 1.1 betekent dus, houdt in feite in, massa explosief. Ja. En als wij een evenement hebben, dan komt het altijd uit de verpakking. Is het altijd 1.1. Maar juist doordat het in die verpakking zit, is het 1.4 zoals ik het binnenkreeg. En dat voldeed aan de vergunningen. Ja, dus met andere woorden, u zegt we hebben wel 20 keer controle gehad in die 2 jaar dat ik het bedrijf heb. En de controleurs van de overheid en de gemeente zeiden tegen u, je bedrijf is in orde? Is in orde. Sterker nog, ik had ook van de vorige eigenaar wat dozen vuurwerk overgenomen met een klassificatie 1.3 erop. Daar werd tegen mij gezegd, bakker, luister, je moet die stickers veranderen naar 1.4 toe, want het is niet goed. Dus die mensen, die overheid zegt dat tegen mij. Dat wordt per direct verholpen. Ja, dan. Je hebt als ondernemer ook een verantwoording. Maar die stopt natuurlijk ergens op dat moment. Ja. De controleurs zeggen: het is goed. U hebt zelf ook nooit getwijfeld meer. Ik heb daar nooit geen twijfel bij gehad, nee. In al die 22 jaar niet, zoals het bedrijf daar stond. Ja, maar niettemin is die ramp veroorzaakt door een enorme ontploffing van al dat vuurwerk. Wat moet dat dan geweest zijn? Het kan vuurwerk geweest zijn, maar het kan nog steeds wat anders geweest zijn. Wat zou het dan anders geweest kunnen zijn? Daar heb ik helaas geen antwoord op. Wat dan denkt was ik u? Nu een heel stuk wijzer. Maar wat in mijn visie, kan vuurwerk dit niet veroorzaken. Wat zou het dan wel veroorzaakt kunnen hebben? Ik heb geen flauw idee, want ik ben niet op de hoogte van andere stoffen. Nee, maar wat zou er dan kunnen zijn waardoor uw bedrijf en een hele wijk in Enschede de lucht in is gegaan? U zegt het zou iets anders kunnen zijn, dus daar hebt u over nagedacht wat het zou kunnen zijn. Ja, natuurlijk heb je daar wel ideeën over. En dat varieert van bepaalde soorten springstoffen. Maar dat komt ook uit onderzoek voort. Dat er springstof op uw bedrijf heeft gelegd? Zou kunnen. Dat zou iemand er neergelegd moeten hebben dan? Dat is wel de gang van zaken, denk ik dan. Iemand heeft zich daar op 13 mei toegang verschaft. En die heeft dat gedaan. Maar waarom zou dat iemand... Dat zeg ik niet. Nee, maar dat zou het geval kunnen zijn. Maar waarom zou iemand u en heel veel mensen verder ook nog zo willen treffen? Ik zou het echt niet weten. Ik weet eigenlijk niet goed welke reden daarachter zit. Achter moet zitten. Waarom vermoedt u het dan? Waarom denkt u het dan? Nou, het bedrijf was afgesloten 13 mei. Hm? Afgesloten 13 mei. Er was niemand aanwezig. Er zijn mensen geweest die wat zich daar toegang hebben verschaft. Nou, maar bent u dan bang dat er iemand u een loer wilde draaien? Nou ja, daar lijkt het wel op. En wie hebt u dan in uw hoofd? Daar komen verschillende mensen voor in aanmerking. Maar ik denk niet dat het op dit moment de plaats is om daar dieper inhoudelijker op in te gaan. Hm. Nou staat, vandaag is de rechtszaak begonnen tegen André de Vee. Die ervan verdacht wordt dat hij het misschien heeft aangestoken. Zou hij het kunnen zijn? Het zou kunnen. Het is op dit moment gewoon een verdachte, net zoals ik ben geweest. Of meneer Smallenbroek, degene van wie u het bedrijf hebt overgenomen? Want daar was u mee, daar had u een conflict mee. Uiteraard hadden we daar een conflict mee, ja. En dat conflict dat heeft gelopen tot 13 mei. En waar ging dat over, dat conflict? Dat conflict ging over... meneer Smallenbroek voelde zich...
in feite op de teentjes, laat ik het maar zo zeggen, op de teentjes getrapt toen op een zeker moment. Ik had met die mensen keurig netjes een overeenkomst. Zoals het allemaal was. Ja. En dan zijn er oneenigheden zijn er gebeurd. En we hebben besloten om ja, daar toch een einde aan te maken. Hij ging naar China toe en pakte uit. Hij ging naar klanten toe, benaderde klanten. En dat was niet conform de afspraak. Dus met hem leeft u in onmin? Ja, als u het zo stelt, ja. Dus het zou redelijk zijn als u hem verdacht? Ja, dat is ook een van de mogelijkheden. Mm. Maar ik ga niet specifiek iemand zeggen. Op dit moment is daar nog eigenlijk geen duidelijkheid over. Nee. Nou, gaat u niet helemaal vrij uit, hè? Want de rechter heeft gezegd, er werd vuurwerk bewaard in de ompakruimte. En het mocht niet. Er waren twee illegale zeecontainers. Er was illegale verkoop van vuurwerk. Een sprinklerinstallatie die er niet was, of die niet deugde. Vergunningen waar u geen kennis van had genomen. Hoe kijkt u daar nou tegenaan? De situatie vuurwerk in de montageruimte is 22 jaar zo geweest. En het is maar hoe je dat punt in die vergunning dan leest. Ik had trouwens een x-aantal pagina's wel van de gemeente Enschede als vergunning. En daar staat het ook in. Ja, maar hoe lees je het dan? Het heeft er in feite 22 jaar geleden. Dus het heeft wel een voorgeschiedenis. En ja, twee illegale bij, hoe je het ook noemen wilt, die containers, dat is eigenlijk niet aan de orde. Ik ga er nog steeds vanuit dat er eigenlijk geen vuurwerk in heeft gelegen. Die containers waren voor andere doeleinden. Dus u denkt dat daar helemaal geen vuurwerk in lag? Dat weet u niet zeker? Dat weet ik niet zeker, nee. En hoe... Had er een sprinklerinstallatie moeten zijn? Er zat een sprinklerinstallatie in, althans wat je dan een sprinklerinstallatie kunt noemen. Maar voor mij was die wel accordaat. Ja. Maar dus met de wetenschap van achteraf rijst dan wel heel sterk de vraag van, had ik daar een optimale sprinkel in gehad, bijvoorbeeld? Ja. Wat had het dan kunnen voorkomen? Wat denkt u? Ik denk het niet. Ja. Meneer Plasman, u bent de advocaat van meneer Bakker. Als je het allemaal leest en hoort, dan denk je wel bij jezelf, meneer Bakker is een vuurwerkexpert, die heeft een bedrijf in vuurwerk. En je weet toch iets van je handel af? Ik bedoel, als je in kaas handelt, dan weet je alles van kaas. En als je in vuurwerk handelt, dan weet je alles van vuurwerk. Ja. Meneer Bakker wist tot 13 mei ook alles van vuurwerk. Namelijk dat het vuurwerk wat hij daar in opslag had liggen in zeer grote hoeveelheden, dat het ongevaarlijk spul was. Dat wist hij. Dat dacht hij? Dat was op dat moment de situatie dat hij dat wist. En met de kennis van nu blijkt dat dus niet zo te zijn. Hij ging van een verkeerde veronderstelling uit, namelijk dat het veilig was. Dat vuurwerk dat mag naar Nederland komen als het is getest in het land van oorsprong. Goedgekeurd, zijn internationale regels over. Er komt een nummer op de doos en dat nummer geeft aan hoe gevaarlijk dat spul is. En het nummer wat op deze doos zat, gaf aan, dit spul is niet gevaarlijk. Als er wat gebeurt, blijft het effect in de doos. Dat is het hele verhaal. Maar denkt u nou, ik moet het aan u beide vragen. Denkt u nou dat de rechter gelijk heeft als hij zegt, eigenlijk wist niemand en weet niemand iets af van wat dat vuurwerk zou kunnen doen? De overheid niet, de gemeente niet. En Bakker en zijn mededirecteur zelf ook niet. Nou, daar heeft de rechter heel erg gelijk in. Dat is in deze strafzaak is dat meer dan overduidelijk gebleken. Alleen er hoort nog één ding bij. De feitelijke situatie is zo geweest, en eigenlijk nog steeds, dat niemand iets weet van gedrag van vuurwerk anders dan wanneer het aansteekt als los ding. Maar als je het gaat opslaan in grote hoeveelheden onder druk, gewapend beton. Weet u ook niet? Nee, weet niemand. Weet niemand. Nee. Maar, en dat is het verhaal wat erbij hoort, er zijn wel een aantal mensen geweest, en dat zijn de mensen die daar door ons allen met onze belastinggelden van betaald worden, die daar voor aangesteld zijn om daarover te adviseren en daarin deskundig te zijn, die hebben gezegd, wij weten het wel. Wij zijn deskundig, wij beheersen de materie. En als op 10 mei 2000 tegen meneer Bakker wordt gezegd door de man die bij Defensie werkt, munitie, springstoffen, vuurwerk. Drie dagen voor de ramp. Drie dagen voor de ramp.
hier is het zo veilig dat ik hier durf te slapen in die bewaarplaatsen van jou, dan denk ik dat daar gewoon alles mee gezegd is. En de rechter zegt ook niet voor dat niks. Dat zei ze, dat zeiden de controleurs. Ik zou hier durven slapen. Ja, dat hebben ze zelf verteld, dat ze dat gezegd, heeft Bakker al gezegd. Maar de rechter zegt daarvan, en dat is eigenlijk toch ook een van de kernen van de uitspraak, dat deze autoriteiten als gezaghebbend zijn te beschouwen en dat meneer Bakker, en hetzelfde geldt voor meneer Pater, ook op die gezaghebbende overheid hebben mogen vertrouwen. Als hier vliegtuigen overvliegen, dan denkt ook iedereen dat zal wel goed geregeld zijn op Schiphol. Ja, dat dacht ik niet, maar... Nee, nu niet meer. En met vuurwerk denken we dat ook niet meer. Nee. Maar toch gaat het leven verder. Maar denkt u nu, want de conclusie uit uw verhaal is nu dat u zegt niemand wist er iets van. Dat vuurwerk heeft kennelijk andere eigenschappen dan iedereen nu denkt. Of denkt u met meneer Bakker dat er iets anders op het terrein heeft gelegen en dat u bedreigt... Er is in deze strafzaak tot op de dag van vandaag niet duidelijk geworden wat daar gebeurd is. En vanuit die optiek zegt Bakker, en ik denk dat hij dat terecht zegt, zolang het niet vaststaat, houd ik alles voor mogelijk. Ja. Er is ondertussen wel de deskundige in Nederland, die bij de rechtbank heeft gezegd, het vuurwerk wat daar mocht liggen, 160.000 ton, wat daar is toegestaan, dat kan zonder verder iets erbij, als het fout gaat, zelfstandig, in zijn geheel massa-explosief reageren. Ja. Dus wat hij gewoon zegt is dat de gemeente Enschede met advisering van de Rijksoverheid heeft toegestaan dat daar een massa-explosieve bom in een woonwijk is neergelegd van 160.000 ton. En dat is het probleem in deze zaak. Meneer Bakker, dat vuurwerk was uw hobby, als ik het goed begrepen heb. Ja. Is die hobby nou uw hel geworden eigenlijk? Ja, zo kun je het wel stellen, ja. Dat heeft... dat heeft enorm veel veroorzaakt in die 2 jaar. Ja. Durft u... Want u, ik zei net, woont u daar nog? Toen zei u, ja, ik woon er nog. Durft u mensen nog onder ogen te komen? Ja, zeker. Ik zou niet weten waarom niet. Meneer Bakker is van alle zware beschuldigingen vrijgesproken. Ja. En de berichtgeving gaat een beetje de kant op van, heeft die rechter het wel goed gedaan? Meneer Bakker heeft 2 jaar lang onder beschuldiging geleefd en er is tegen hem gezegd, wacht jij maar de uitspraak van de strafrechter af. Maar wat ik eigenlijk bedoel is ook, hoe zijn die 2 jaar geweest? Want toen was deze uitspraak er nog niet. U woonde daar. Ik mocht een jaar lang niet met mensen praten. U mocht met niemand praten? Met niemand. Maar als je gewoon de straat op gaat, je gaat even naar de groenteboer. Ja, dat gaat helaas dan voorbij. Hoe bedoelt u dat? Het gaat helaas niet voorbij. Niet niemand, maar iedereen die iets met vuurwerk te maken heeft. Iets met vuurwerk. Wat betekent dat dan als je met niemand praat? Dat is heel moeilijk. Ik had voor de 13 mei contact met iedereen en van de een op andere moment is dat voorbij. Ja. En dan kom ik volledig in beperkingen te zitten. Ja. Ja, hoe is dat voor je vrouw? U hebt 2 zoontjes. Hoe is dat voor je vrouw en je kinderen? Ja, dat is heel moeilijk. Het is ook heel moeilijk om te vertellen. Zo moeilijk is het. Maar probeer het eens. Ja, je probeert daar toch zoveel mogelijk van te maken. En thuis heb ik dan gelukkig de situatie op mijn hand weten te krijgen. Mijn vrouw die zorgt voor de 2 kinderen. En die probeert zoveel mogelijk van het dagelijks leven. Ja, we moeten helaas ook door. Onder die moeilijke omstandigheden. En kon jullie het nog wel eens ergens anders over hebben? Nee. Het ging nooit ergens anders over? Dat ging eigenlijk nergens anders meer over. Maar dat kan ook niet. Dat kan ook niet, zolang je niet weet wat daar gebeurd is. En die kinderen? Want die moeten gewoon naar school. Natuurlijk. Uiteraard gaan die gewoon naar school. Werden die erop aangesproken? Ja, dat is de normale gang van zaken in Enschede. Maar het wordt gelukkig wat minder. Daarvoor is ook die uitspraak van die rechter toch eigenlijk wel belangrijk. Nee, dat begrijp ik wel, maar er zijn inmiddels wel 2 jaar verstreken. Hoe oud zijn die jongens? 14 en 9. Maar kon je dan, om maar eens iets heel gewoons te vragen, kon je dan nog wel samen naar het voetballen of zo? Ik kan niet op dit moment samen naar het voetballen, nee. De laatste keer, dat was ook de lust in het leven, eventjes op zondag naar het voetballen toe met de jongens. Maar dat is helaas voorbij. Ze gaan nu met iemand anders mee, naar bijvoorbeeld FC Twente. Kent u eigenlijk iemand die is omgekomen? Ja. En? Ja, dat is... En?
Ja, dat is moeilijk. Toen ik op 13 mei daar weg ging samen met een x-aantal andere mensen, heb ik geprobeerd om wat mensen nog mee te kunnen krijgen. Ja, en een aantal van die mensen zijn helaas overleden. Bent u daar wel eens langs gegaan? Durf je dat dan? Jawel, want het was ook mijn buurt. Ook mijn omgeving. Bent u bij die mensen aangebellen? Ik heb met die mensen ook contact gehad. En hoe gaat het dan? Ja, dat is moeilijk. Maar wat doe je dan? Een gesprek komt heel moeilijk op gang. En die mensen zijn, ja, net zoals ik, helemaal hopeloos, machteloos. Maar ik begrijp dat het moeilijk is. Maar hebben mensen niet u ook, wel als je op straat loopt en u bent alsmaar op de televisie geweest, de mensen herkennen u en ze kennen u natuurlijk ook. Werd u ook aangevallen of uitgescholden? Ja, dat is ook gebeurd. Gelukkig, ik wil daar eigenlijk niet te veel over uitpakken, maar je wordt op het ene moment uitgemaakt van zet hem op en het andere moment ben je een moordenaar. Zonder dat men eigenlijk weet hoe of het in elkaar zit. Er zijn twee zwarte dagen tot nu toe geweest. Dat was 13 mei. En de dag na Oosting. Waarin de bevolking van Enschede voorgeschoteld krijgt door de plaatselijke media. 62% vindt de directeur schuldig. Zonder dat ik me op één moment heb kunnen verdedigen in Oosting. Na het rapport Oosting. Ja. Dan ga je. Dat is nog meer een hel op dat moment. Maar je krabbelt continu weer op uit een dalletje. Blijft u in Enschede wel? Hebt u niet gedacht, we vertrekken hier? Nee, daar ga ik niet voor uit Enschede. Ja. Echt niet. Ik kan daar, voor de toekomst kan ik daar weinig op zeggen, maar ik zie daar geen enkele reden toe. Maar denkt u dat u dit nog uit uw hoofd kunt zetten? Ik bedoel, dat u in Enschede nog een gewoon leven kunt leiden. Dat weet ik niet. Dat moet de toekomst moet het uitwijzen. Waarom wilt u dat proberen? Altijd... Ja, waarom zou ik het niet proberen? Om het misschien iets makkelijker te hebben. Jawel, maar ik kan Enschede ook niet zo gauw vergeten. En helemaal nu niet meer. Dus op een zeker moment komt daar een niveau in en dan heb je daar vrede mee. Denkt u dat u weer gewoon aan het werk kunt gaan? Dat hoop ik in de toekomst wel, ja. In het vuurwerk? Dat is nog veel te vroeg, daar heb ik op dit moment geen antwoord op. Ja. Wat doet u nu? Niets. Maar u moet toch ook geld verdienen, al was het maar om uw advocaat te betalen? Daar zegt u iets waar u geen verstand van heeft. Daar heb ik ook geen verstand van. Moet u het ook niet zeggen? U bedoelt, u hoeft niet betaald. Dat zeg ik niet. Ik zeg alleen maar dat u iets zegt. Maar u moet ook leven. Ik heb een kleine wasuitkering op dit moment. Ik ben arbeidszelfstandige. En het was uw bedrijf. En hebt u geld gekregen voor het bedrijf? Nee. Waarom niet? Ik weet het niet. Was u niet verzekerd? Uiteraard waren wij wel verzekerd. Maar er is geen geld. Er is niks. Ik weet het niet hoe dat allemaal... Dat is een traject wat nu nog... Allemaal in afwachting van... Ja. Het belangrijkste is nu voor meneer Bakker dat de mensen die 2 jaar lang is voorgehouden door Oosting, door het Openbaar Ministerie, dat er 2 boeven gepresenteerd zouden worden, dat die mensen moeten wennen aan het idee dat niet het geval is. En wij begrijpen, en met name Bakker begrijpt die mensen, er is 2 jaar lang gezegd, deze 2 boeven hebben de ramp veroorzaakt. En logisch dat je dan haatgevoelens krijgt, onlust en ook de gevoelens van nu bij de uitspraak. Maar in de uitspraak van de strafrechter in Almelo is recht gedaan. En daar hebben we de strafrechter voor. En daar zal iedereen aan moeten wennen dat meneer Bakker en meneer Pater niet die boeven zijn waar ze 2 jaar voor gehouden zijn. Ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. En ik wens u veel sterkte. Dank u wel. En morgen is er weer een BMW. Tot morgen.